Dat is dus mijn auto. Dat weten jullie. Dat is mijn mooie bolide. Deze paarse. Nou, en dit is Roos' auto. Nou, Roderick die is dus nu eventjes alles aan het regelen op zijn telefoon. Qua verzekering en alles. Dag, wat een dag. Nou, jullie weten dat er aangifte is gedaan. Ja, je mist je hulpsysteem, hè? Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Ik kan wel zeggen een hele goede morgen, maar eigenlijk is dat het niet, want ik lag te slapen. En ik kreeg een foto van Rode hoor. En het straal, sorry, maar ik loop eventjes van de hak op de tak. Maar ik zal eerst even zeggen, het is vandaag maandag 5 juni 2023. En het is bijna 6:30. Rode had er lang en breed eigenlijk op zijn werk moeten zijn. Maar helaas is dat dus niet het geval. Nee. Ik pak ook even mijn autosleutels. En ook even mijn huissleutels. Want ik laat jullie wat zien. Roderick is niet zo blij. Nee. Want zoals jullie weten heeft hij net zijn auto een jaar. Ja. Maar er is dus wat vannacht gebeurd bij Roos zijn auto. En dat ga ik jullie dus nu laten zien. Dat is dus mijn auto. Dat weten jullie. Dat is mijn mooie bolide. Deze paarse. Nou, en dit is dus Roos een auto. Daar is Ro ook heel erg blij mee. En eigenlijk heel erg zuinig op. Ik weet niet of jullie het al een beetje kunnen zien. Ik zal even inzoomen. Nou. Nu zien jullie het wel, hè? Ja. Kijk. Er is gewoon via deze kleine rotraampje ingebroken. Kijk. Ja, allemaal glas. Ja. En Ro, zijn hele boordcomputer ligt eruit. Kijk. Een hele boordcomputer ligt eruit, jongens. Ja. Ja. Het is een hele, nou ja. Ja, dit dus. Ligt eruit. Gewoon kabeltjes lopen afknippen. Dus ja. Handig. Nat. Dus ja, dus zodoende. Nee, dat is niet fijn. Zeg maar. En dan heeft hij hem nog maar net een jaar. Zeg maar. En dan er gebeurt dus dit nu al. Dat is niet handig. Nee, totaal niet. Zeker niet. Nou, Roderick die is dus nu eventjes alles aan het regelen op zijn telefoon. Qua verzekering en alles. Nou, en zo gaat hij dus niet rijden met zijn auto. Ja, misschien zomt hij nog eventjes naar Wittebrug. En dan weer terug. En dan breng ik daarna rustig hem naar zijn werk. Is het goed? Maar nu gaat hij niet zo rijden. Maar sowieso eerst even zo even met twee auto's even naar Wittebrug. Want sowieso moet dat glas zijn van zijn achterbank af. En dat kunnen hun beter doen. Veilig en wel. Dus ja. En dan weet ik niet in welke Wittebrug het beste is. Honselsdijk. Dat denk ik wel, want daar heb ik hem gekocht. Nou, ik denk wel dat Twan hier ook niet zo blij mee is met zijn auto die hij verkocht heeft. Twan, help. Ja. Maar dat maakt dus niet uit. Nou, oké. Okay. Als dat niet uitmaakt, dan gaan we zo meteen even naar de Vorenpark. Hier. Precies dat. Dus ja,
Ik ben blij dat ik dus een camera heb. En ik wil heel snel, via mijn buurman, ook hier een dashcam hebben. Die dus opneemt. Want ja, ik weet niet of... Even kijken, eens even koekeloeren. Kijk, is handig. Kijk, ik heb hier dus ook een bordje staan met hallo. Hallo. Ja, kijk, zie je dat? Dat dus. Dus ja. Dus daar is ik al. Ik heb overal camera's hangen. Dus bij mij kom je er niet ongezien vandaan. Zeg maar. Nee, precies dat. Maar ja. Hij heeft er nu al wat van geleerd. Om hem dus bij mij ook neer te zetten. Zoals heel veel andere mensen hier zijn auto nu neerzetten in de camerabeelden van mij. Ja. Zo, wat is het? Een dag, wat een dag, wat een dag. Nou, jullie weten dat er aangifte is gedaan bij de politie en verzekeringswerk. Nou, ik heb Ro naar zijn werk gebracht. Nou, toen ben ik nog even op bed gegaan. Toen kwam Jeanette alweer. Jeanette heeft weer een hoop even geholpen. Ik heb de verzekering ook even gebeld in verband of Ro wel mag rijden op deze manier. Nou, dat mag. Maar alsnog, weet je, ik vind het niet fijn. Maar oké, hè. Want jij mist nou wel een hele hoop, hè, van het rijden. Ajoe, boeien. Ja, je mist je hulpsysteem, hè. Ja. Dat is wel jammer. En wat mis jij nu dan... Over het algemeen helemaal als je alles gewoon normaal hebt. Ja, dan mis je dus eigenlijk je verbruik en je dingen. Je extra informatie, zeg maar. Ja. Je werkt alleen maar je toerenteller. Je kilometerstand. Je kilometerteller. Ja. En dat zit. Nu niks. Nee, niks. Jammer. Ja. Maar hoe ga je er zelf mee om? Ja. Het is weer iets wat van je afgepakt is. Ja, letterlijk even huwelijk. Als je voor gewerkt hebt, dan gaat iemand anders ermee wonderen. Ja, kut hè? Als we zeggen, nou, geef mij €500, dan laat je auto met rust. Nou, prima. Want dit kost veel meer dan €500. Ja. En die zijn nog niet eens waarschijnlijk krijgen voor het systeem. Nee, dat denk ik ook niet, maar... Hooguit, het nieuw is €350. Ja, zo ongeveer, ja. Denk ik. Maar dit is niet nieuw meer. Nee. Moet ik die kabels doorknippen? Ja, is handig. Maar mag ik ook... Ja, ik pleur gewoon sowieso wat een paar foto's ertussen. Ja. Want ze weten toch wel hoe onze auto's eruit ziet, dus... Ja, maar nu kunnen ze er nu uitzien niet. Nee! Dus, nou, jullie krijgen sowieso de foto's ervan te zien hoe en de wat. Dat komt helemaal goed. Dus, ja. En, man. Oh, ik ben ook gewoon moe, zeg maar. Moetjes, maar. Ik wou ook nog eigenlijk eventjes in naar de bak. Maar ik ben ook gewoon moe. Ik wil eigenlijk ook slapen, maar... Er moet ook nog deze vlog die hier staat, is bijna in principe klaar. Alleen de outro en nog even een introotje erin knallen. Nou, dan heb ik het in principe wel gedaan, zeg maar. Maar voor de rest, ik heb weinig puff, weinig zin. Maar ik heb nog wel zin om naar radio. Maar ja, we zijn ook allebei moe, zeg maar. Gewoon door de hele rare gebeurtenis, zeg maar. Dus ja, het is nu al inmiddels alweer 6:30. Dus jullie zijn gewoon eventjes van 's ochtends vroeg. Nou ja, Jeanette was er. Ik heb de beelden al op mijn computer gedaan. En nou ja, ik wou vloggen, maar toen had ik zoiets van, oh ja, shit, mijn kaartjes liggen nog thuis. Dus toen kon ik ook niks. Nee, jammer. Kan gebeuren, maakt niet uit. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. Zo gezegd, zo gedaan. Zo is het wel. Wat we gaan eten, ik heb ook eigenlijk helemaal geen trek eigenlijk, hè. Voor jou, ja.
Maar voor woensdag en donderdag moet ik wel weer even eieren gaan koken. Want dat is wel lekker eventjes voor daar. Dus ja, en ik weet, dan kan ik dus niet... Dan neem ik die ene kleine unit wel mee. Kijk, met pauzes en dan kan ik toch wel filmen. Mm-hmm. Dus... Kijk, en ik heb toch geen logo op of zo. Dus... dus ja, dus dat komt dan wel goed. Ik weet nog niet hoe ik dat ga doen, maar... Ik laat jullie wel iets zien wat ik... woensdag en donderdag aan het doen ben. Ja. Ik zeg nog niet wat. Nee, dat en dat eigenlijk niet. Maar het komt wel goed. Ik ga even kijken. Ik weet niet of ik mijn camera nog meeneem naar de Jumbo. Of dat ik hem hier laat. Ik zie het wel. En anders neem ik eventjes gewoon de kleine mee. Ook goed. Maar we zijn gewoon allebei gewoon back af. We zijn doodmoe. Dus er is hier weinig plek in de straat voor mijn auto. Ja. Maar dat maakt het niet uit nu. Nee. En mama is nou bezig met de avondvierdaagse, de eerste dag. En ik zou er eigenlijk ook wezen voor allemaal dingen te gaan doen. Maar dat is dus... Dat, en dat komt er nou niet van. Nee. Dus, en om dan nu al de hele tijd op en neer te gaan rijden, doe ik ook nou niet. Jammer dan voor hun. Maar dit gaat even voor. Ik zou ook vandaag wat anders gaan doen. En morgen maar ook even lopen cancelen. Ik moet eerst even... Dat heb ik ook gezegd voor jullie. Luister, dit en dit is het geval. Op de terugweg vanochtend dat ik Ro op zijn werk had gebracht. Was ik ook al aan het huilen. Nou, en het slaat ook op mijn stem. Ik weet niet of je dat merkt. Ja, weet je, ik ben ook gewoon even verdrietig voor jou. Nou ja, niet voor jou. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet benoemen. Weet je, voor jou ben ik gewoon even verdrietig. Want ik leef gewoon met je mee. Weet je, en dat raakt mij ook gewoon. Kijk, jij en jij vindt het gewoon kut. Het is jouw auto, weet je. En ja, ik heb ook mijn auto. Maar wat ik gewoon niet begrijp. Jij en jij doet er eigenlijk helemaal niks aan je auto. Niet pimpen, niks of wat dan ook. Eigenlijk. Ja, oké. Maar ik bedoel echt gewoon meer daarmee te zeggen. Van jij en jij bent niet echt iemand die dus gewoon de velgenbeschermers doet. Of dat soort dingen. Nee, het is gewoon een voormiddel. Ja. Het moet gewoon lekker rijden. Ja. Nee, en voor jou niet, maar dat is dus wel weer, en voor mij zeg maar, weet je, ik, ja, dat weet ik, ook wel. Maar daarom, dat ik ook zeg van, even joh, weet je, kijk, dat ik het wel goed doen, ja, zo, check, ik moest even zo doen, want daar let ik nog niet helemaal op mijn Zoom. Dus ik weet niet of ik net heel goed was of niet, maar oké. Dat zien we dan wel weer op de beelden, zeg maar. Maar nee, weet je, ik leef gewoon heel erg mee met Ro. Ja, joh, hè, het is mijn man, maar... ja. Ja. Hoe moet ik het benoemen? Ik weet het niet eens. Zo... Ja, maar dat is ook wat ik wil zeggen. Kijk, ik doe zoveel in mijn auto. Ik ga bijna wekelijks, dagelijks bijna naar de wasstraat. Dus daar ligt ook al heel veel geld in, zeg maar, voor mij. Maar het maakt niet uit, joh. Hè? Ik wil gewoon een schone auto. Ik moet nou ook alweer, maar ik heb zoiets van, ik ben gewoon auto moe. En dat doe ik morgen wel of zo. Ik vind het best. Maar kijk, ik heb chameleonfolie. Ik heb groene remklauwen. Dan zou je eigenlijk meer zeggen dat mijn auto sneller wordt gepakt dan die van Ro. Dat is wat ik bedoel. Maar nee, mensen vinden het leuk om jouw auto te pakken. Eerst bekrassen. Wie, wat, waar, hoe, halt, wie, wat, hoe, wat? Eerst bekrassen. Ja. En nu dit weer. Ja, eerst bekrassen en dan, nou ja, vorig jaar of die jaar eerst en is bij je ouders inbraak. Zeg maar. Ja, ja, ja. En toen jou en jouw auto bekrassen en toen mijn auto bekrassen en nou een inbraak in jouw auto. Dat is niet echt handig, nee.
Nou ja, jullie zien ook hoe Rode erbij zit. Hij is ook oververmoeid. Wallen onder zijn ogen is. Dat is logisch. Nee, ik ook niet. Maar ik... Nee. Dat is heel fijn. Liggen hier die ballen? Ja, bijna. Nee. Helaas. Dus ja, weet je... Dat is gewoon even, ja... Even... Nou, het is gewoon kut. Klaar, punt. Simpel. Het is gewoon kloten. Sorry voor mijn woorden, maar het is er gewoon zo. Weet je, waarom moet je aan allemaal spullen komen? Waarom? Wat heeft dat voor zin? Vertel het mij eens, waarom? Waarom zou je als inbreker een voertuig kapot maken van ander? Of gewoon inbreken in een huis en dan daar een zooitje achterlaten? Waarom? Wat heeft dat voor zin? En niks tegen. Ja, nou, maar nu is het jouw auto gewoon voor de helft gewoon kapot, zeg maar. Mm-hmm. Zo voelt het eigenlijk. Ja. Want Rodi heeft dus nou geen radio, geen navigatie. Helemaal geen ene klote. Geen muziek, nee. Geen muziek, geen verkeersinformatie, helemaal niks. Nee. Gewoon echt totaal gewoon niks. Dat is waar je hoofd waar je rijdt. Ja. In een luxe auto. Oh ja, en Twan en die werkt er ook al niet meer. Want die belde ik eerst. Ik vroeg eerst naar Twan. Maar die werkt er ook al niet meer. Goede informatie, is zo, hè? Ja. Dus ja, ik ga even bekijken wat we nog gaan doen. Maar ik wou nog wel eigenlijk naar de bak. Maar ik weet niet of ik jullie meeneem. Want jullie zien dat ook een beetje te vaak, denk ik. Bak, 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 bak. Dus of dat we niet meer gaan, ik weet het niet. Ik moet ook nog eten. Rij dan met mij mee dan. Want je gaat nou niet meer zelf niet rijden. Nee. Nee. Je bent onwijs moe. Ik ben ook moe. Ik wil ook nu en nu het liefst gaan slapen. Dus. Nou ja, jongens. Ik neem inderdaad gewoon de kleine mee. De kleine camera. Wel zo fijn voor mij eventjes. En ik zie wel of ik film. Ja. Dus ik beloof niks. En nou ja, jullie gaan het zelf zien. Als ik ga editen. En als hij online staat. Ja. Inderdaad, ik heb maar even de kleine camera gepakt. Iets handiger nu. Maar zoals jullie zien zijn we er inderdaad gewoon weer even. Even wat anders aan ons hoofd. Ja. Wat zo handig. Eventjes. Ja. Maar dan even gewoon wat anders aan ons hoofd dan. Alleen maar autoproblemen op dit moment. Mijn genade. We worden er niet echt vrolijker van. Nee, maar ja, maakt niet uit. Shit happens en het gebeurt wel eens meer, hè, zeg maar. Ja. Dus ja, Rodi neemt het mandje mee, in plaats karretje, ook leuk. Ik laat deze kant wel even. Nee. Ja, ik ga deze kant even oplopen, helemaal goed. Mijn genade, daar is ook, ik ben gewoon moe. Hoe dan? Ik ben echt gewoon moe. Maar ja, we kunnen er al over lang over gaan bakkeleien. Maar ik heb zoiets van, blijf gewoon met je poten en van andere mensen spullen af. En als dat zo moeilijk is, dan ga je maar lekker werk zoeken. Dan ga je daar jatten of zo, maar niet van een ander, nee. Echt, ik ben gewoon zo boos. Ik ben gewoon zo boos. Ik begrijp het gewoon niet. Waarom? En dan kan je wel zeggen, Karin, stop nou gewoon een keertje met denken. Maar mijn hoofd dat staat
op zoveel dingen nu op dit moment alleen maar dat. Ja, ik kan mijn kop er nou gewoon niet bij houden. Punt. Klaar. Is gewoon zo. Wat is er? Je bent er toch? Nou, ben ik er. Dan en dan gaat het goed bij jou? Nou, bij mij niet echt. Maar oké. Xanax, 2 euro. Dat denk ik. Is toch handig? Xanax, 2 euro. Jee, joepie. Ach ja. Maakt allemaal niet uit, nee. Nou, joepie. Maakt niet uit. Ik ga eens eventjes mijn spullen pakken. Nou, we zijn dus nog inderdaad even bij de Jumbo geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. Ja, silly. Nu gaat de Ro lekker weer naar huis toe lopen. Ja. Die is ook echt moe. Die moet ook echt gewoon gezond en lekker gaan slapen. Echt. Kijk, die arme jongen is echt te moe. Te moe mag ik erbij. Die jongen is echt gewoon te moe. Kijk, daar komt hij zo meteen naar buiten. Kijk, daar komt hij al. Doei doei. Trusten. Ja, dank je. Dag, schat. En eventueel dat ik hem morgen nog eventjes in naar zijn werk breng en hem weer ophaal, want hij is echt moe. Ja, arme jongen. Hij is echt bek en bek en bekkie af. Ja. Nou, en de dames liggen hier lekker op het balkon. Ook lekker. Ja, lig je lekker op balkon, schat, hè? Jij. Lig je lekker op balkon, beauty, kijk eens. Zit je lekker op balkon? Jij. Nou, dat zeg ik, daar gaat Ro nog steeds naar zijn werk toe. Ja. Mag je een politieauto filmen? Ja. Dat mag. Mag je dat draaien? Is dat slim? Nee. Als wij dat doen, dan krijgen we ook een bekeuring. Maar oké, maakt niet uit. Ja, en dan blijft zijn auto dus hier staan. In beeld. En mijn auto staat hier achter. Dus ja, arme jongen. Ja, de baas is een beetje zielig, hè? Ja. Maar blijf je wel, kom eens hier, Britt. Lof, kom eens hier. Ja, lady, ga maar liggen, schat. Ja. Ga maar liggen, schatje. Hoi, moppie. Oh. Dit is alweer namelijk het einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.